Fortuyn deed het toch ook op een manier zoals dat nog nooit gebeurd was. Dus daarom was er heel veel aandacht voor van media. Ja. Hij was totaal anders dan iedereen die zich op dat moment in Den Haag bewoog. En zeker, dat is wel, daar is echt iets mee veranderd, ook in de politiek in Nederland. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Joost, we beginnen met jouw mediamoment. En daarvoor luisteren we eerst even naar een echte klassieker. Hartelijk welkom ook meneer Melkert. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte, iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozemuller, Fortuyn. Als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? De met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Ja, dit weekend kwam de herinnering hieraan weer even bovendrijven. Want Ad Melkert gaf een interview aan Koen Verbraak tijdens het Geschiedenisfestival in Haarlem. Er mochten geen opnames gemaakt worden, geen camera's bij zijn. Maar de kranten schreven driftig mee. Joost, hoe heb jij die artikelen vervolgens die zij schreven gelezen? Ja, ik vond het toch wel weer heel opmerkelijk. Het is wat we net hoorden, we hebben het heel vaak gehoord. Maar het is natuurlijk een iconisch televisiemoment. En trouwens ook een iconisch politiek moment in de recente Nederlandse historie wat daar gebeurde. En het is natuurlijk ook wel heel opmerkelijk dat Ad Melkert daar maar heel weinig altijd over heeft gezegd. Heel sporadisch af en toe. Daarom was het heel interessant dat hij kennelijk op dit festival wel wat meer vertelde. Mij viel op dat in verschillende media er ook wel wat verschillende interpretaties waren. In NRC stond bijvoorbeeld dat hij een handreiking had moeten doen naar zijn tegenstrever Pim Fortuyn, dat hij dat gezegd zou hebben. Hoewel niet helemaal duidelijk werd wat dan die handreiking precies had moeten zijn. Maar in allerlei andere media stond toch vooral dat hij heel erg bleef bij zijn standpunt van wat hij dan al wel een paar keer heeft geuit. Namelijk dat hij het heel onterecht vond hoe het daar ging en dat hij er ook wel heel erg een bal bij de media legt. Het blijft natuurlijk een wonderlijk fenomeen, omdat als je met de wijsheid achteraf, dan moet je er wel bij zeggen hoor, dat je natuurlijk altijd het voordeel van de wijsheid achteraf hebt, kijkt, is dit ook voor de sociaaldemocratie, voor de Partij van de Arbeid natuurlijk een ongelooflijk belangrijk moment geweest. Omdat het natuurlijk zo duidelijk markeerde dat de Partij van de Arbeid heel ver weg stond van datgene wat er gebeurde in de wijken, in de steden. En dat hij dat toch tot op de dag van vandaag niet volmondig erkent. En hij zegt eigenlijk daar een stap inneemt, is ik weet niet wat wij fout hebben gedaan met terugwerkende kracht. Ja, en hij kijkt er heel politiek naar. Hè? Van ik had misschien een beetje een handreiking moeten doen. Maar ja, dat had hij toch niet geaccepteerd. Misschien had ik iets moeten weggeven. En hè, eigenlijk een beetje in het licht van de institutionele politiek die de Partij van de Arbeid in die tijd natuurlijk ook voerde. Ik moest overigens ook nog heel even denken aan de hele discussie rondom de Bijlmerramp, die net heel veel in het nieuws is geweest. En waar Ad Melkert destijds als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid een best wel parlementair gezien opmerkelijke rol speelde door koste wat het kost de coalitie overeind te houden en de enquêtecommissie uitkomsten toch een beetje onder tafel te vegen. Daar hebben we het veel over gehad. Ze accepteerden wel de conclusies, maar er werd geen gevolg gegeven. Dat is en was de handelwijze destijds ook van die toen nog hele grote PvdA-fractie. Ja. En deze opmerkingen van Melkert ook nu nog, anno 2022, onderschrijven toch niet dat hij daar heel ver vanaf is gedreven. Nee, hij zegt, tenminste dat lees ik ook in de NRC, ik was er ook niet bij, maar als politicus moet je mensen voor je winnen. Als dat niet lukt, heb je het niet goed gedaan. Dus op zich is dat wel een reflectie. Maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat hij na inderdaad ruim 20 jaar had kunnen zeggen, maar wat hebben we dan niet goed gedaan en wat hebben we daarvan geleerd? Want het klinkt nog steeds een beetje als, ik had wel gelijk, we waren ook met dezelfde dingen bezig, maar door de manier waarop Fortuyn met media omging. Nou, en de media met Fortuyn, media met want Fortuyn, hij zegt ook door dus buitensporige aandacht werd Fortuyn zo groot. Ja, ik bedoel, dat zal het sowieso wel versterkt hebben. Maar ik denk dat hij dan voorbij gaat aan het beginsel dat heel veel mensen zich juist niet meer gehoord voelden in wat daar hebben we het in de media natuurlijk heel veel over gehad. Hè. Ik geloof dat bijna alle media wel zelfreflecties hebben gedaan en daarna hebben gekeken. Ja. En natuurlijk is dat zo, dat de media een katalyserend effect kunnen hebben in van alles en nog wat. Maar juist in de opkomst van Fortuyn, denk ik nou dat Fortuyn, hoe je het wel
moment of keer daar natuurlijk wel een paar hele fundamentele dingen aankaarten die ook de media niet zagen. En niet voor niks zijn de media daarna veel meer de wijken ingegaan, de steden ingegaan, hebben de hele migratieproblematiek meer aan de orde gesteld. Dat kwam daar natuurlijk wel door. En Fortuyn deed het toch ook op een manier zoals dat nog nooit gebeurd was. Dus daarom was er heel veel aandacht voor van media. Ja. Hij was totaal anders dan iedereen die zich op dat moment in Den Haag bewoog. En zeker. Dat is wel, daar is echt iets mee veranderd, ook in de politiek in Nederland. Zeker, maar Fortuyn, dat was zo. Zijn presentatie en zijn manier van discussiëren was natuurlijk heel bijzonder, zeker in die tijd. Maar er zat ook echt inhoudelijk wel wat onder, over zijn programma. Nou, natuurlijk was dat heel erg individueel, want uiteindelijk bleek de hele fractie natuurlijk uit elkaar te klappen toen hij er niet meer was. Maar Fortuyn had natuurlijk wel een paar echt wezenlijke punten. Ja, maar de aandacht van de media is natuurlijk verklaarbaar, omdat hij dat waarschijnlijk op een manier deed waarop dat nog nooit gedaan was, dat bedoelde ik. Tot slot daarover gesproken, slim dat Ad Melkert geen opnames gemaakt wilde hebben. Heel teleurstellend. Echt, ik vind dat echt ongelooflijk. Als je dan die verantwoordelijkheid hebt gedragen en je besluit dan toch om er wat over te zeggen, om dan in deze tijd te zeggen, nou, ik wil geen camera's. En dat is toch ontzettend jammer. Ja, en het wordt toch besproken, zo zie je. Ja, het wordt nu toch besproken. En je kan er niet naar kijken van wat er nou echt gezegd is. En ik zou zeggen, gooi het open. Voer dat debat gewoon ook open. Ook nu nog. Kan het nog steeds heel louterend zijn. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.